naam is Jamer Karaslan. Ik ben politicoloog en ik werk nu voor een non-profit hier in Amsterdam, genaamd Jink. En wij zetten ons iedere dag in voor kansengelijkheid in Nederland. Tijdens mijn zoektocht naar een baan kwam ik tegen dat het uitstippelen van een carrière of het vinden van een baan geen rechtlijnig pad is. Dus eigenlijk het uitproberen van stages van verschillende banen kwam ik er steeds meer achter wat ik wel wilde en wat ik niet wilde. En ook dacht ik dat na mijn universitaire studie dat iedereen om mij stond te springen en dat de banen klaar lagen om opgeraapt te worden. En dat was niet zo. Dus de praktijk is eigenlijk heel anders dan de universitaire bubbel waar je in zit. Je leert van iedere situatie en van iedere ervaring. En dat kan een afwijzing zijn. Dat kan zijn dat je helemaal niet voor een gesprek wordt uitgenodigd. Maar kijk vooral, wat kan ik eruit leren voor mezelf en vanuit daar verder gaan. Ik was vanaf jongs af aan altijd geïnteresseerd in onrechtvaardigheid en ongelijkheid. En als eerste generatie student ben ik aanvankelijk begonnen op het VMBO. En vanuit daar eigenlijk opgeklommen naar het HBO. En ik heb een pre-master gedaan en daarna de master internationale betrekkingen. En daarin kwamen eigenlijk ook theorieën aan bod die het ongelijkheid en het onrechtvaardigheidsvraagstuk goed konden verklaren. En nu in mijn huidige werk merk ik dat mijn persoonlijke achtergrond, maar ook mijn studie samenkomen. Niet alleen dat geeft me heel veel inspiratie, maar ook het feit dat ik nu iets terug kan doen voor de maatschappij.